Beste mensen, hartelijk welkom hier bij het programma De Nooduitgang. We zijn hier in Ierseke. Ik ben naar Zeeland gegaan voor het gesprek, voor de ontmoeting met mijn gast van deze week. Ik ga kijken of hij thuis is. Ik heb een afspraak met hem, dus dat moet zeker goed komen. Ga je met me mee? Gaan we. Ga aanbellen. Wordt er niet open gedaan. We zijn in de buurt. Daar staat er. Hey, Arjan. Hey, Pieter Heikoop. Hey, ja, man. Hey. Welkom. Dank je. Leuk. Ja, zo hè. Goed je te zien. Nou, jij ook. Ik verheug me op ons gesprek. Ja, staat. Ja, leuk. Goeie reis gehad? Hartstikke goede reis. Mooi. Mooi weer. Zeker weten, ja. Maar ja, het is altijd mooi om naar Zeeland te komen. En een rustig land, hè? Ik mag het wel, ja. Kom verder. Ja, nou leuk man dat ik hier je gast mag zijn vandaag. Ja, leuk, we gaan gezellig met elkaar praten. Goed. Hallo Pieter. Arjan, welkom. Geweldig dat ik hier in Ierseke je gast mag zijn in het Zeeuwse land. Ja. Een land wat mij dierbaar is, vaak op vakantie geweest voor. Oké, okay. Meeste zonuren, hè? Ja. En zeker hier in Ierseke. En weinig regen. Heel weinig. Ja. Ja, heeft ook te maken met de ligging van dit dorp. Wij hebben over het algemeen weinig regen, veel zon. Vlak bij het water natuurlijk. Heerlijk. Ja. Hey, jij, mensen die kennen jou voornamelijk als organist. Maar nou, ja, ik denk ook veel mensen kennen jou vanwege de Heizon, van je restaurant. Ja. Ja. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen met een vraag. Okay. Want ik heb meerdere keren bij jou het genoegen gehad om van jouw kookkunsten te genieten, om te eten bij jou. En wat mij opvalt is de witlof. Daar heb jij een geheim, dat kan niet anders. Wat is het witlofgeheim voor Pieter Heikoop? Ja. Nou, zoals jij dat zegt, heel veel mensen, eigenlijk al het publiek wat bij ons komt, die zeggen die witlof mag er niet uit. Die zit er toch wel bij, hè? Die zit er altijd bij ons. Als je een buffet of een diner kiest, altijd witlof. Het is eigenlijk heel eenvoudig en ik wil het verklappen. Ja, alsjeblieft. Ja? Wil je het weten? Kan ik het ook? Ja, zeker. Je kan het ook. Iedereen kan dit. Je koopt witlof, kontje eraf, klein beetje het bittere hartje eruit halen, koken, ja, vrijwel gaar, opvergiet, 1 of 2 dagen, laat lekker het vocht eruit zakken. Nou, en dan een plakje ham op de broodplank, plak je kaas erop, witlofje erin, dus de kaas zit aan de binnenkant en dan leg je een aantal lekker in een ovenschaaltje. Kaassausje eroverheen. Dat kan je kopen, kan je maken, kan je op allerlei manieren doen. En dan wat geraspte kaas erover. Een beetje kaas met smaak. Niet te flauw. Wat nootmuskaatmelange erover. En in de oven. Ja, en dan, ga je mij bellen. Dat weet ik zeker. Ik ga het echt proberen. Ja. Nou ben ik geen kok, maar ik wil het gaan proberen. Ja. Heb jij dat van huis uit of zo, dat koken? Van wat voor gezin kom je eigenlijk? Nou, dat zat bij ons al een klein beetje in het gezin, want toen mijn vader nog niet getrouwd was, weet ik, heeft hij al eens zitten vertellen dat hij kok was in de officiersmes, in dienst. Oké, okay. Ja. Dus je hebt het van geen vrienden? Nee, terwijl ik dat later minder gemerkt heb, want mijn moeder die zwaaide recepten wel in de keuken, mm-hmm. op haar manier, en dat deed ze heel goed. Wij stonden 's middags, net na het middageten, stond zij al in de keuken voor het avondeten, voor het warme eten. Dan besteedden ze echt aandacht aan en dat was enorm. Mijn moeder was vroeger het dienster bij iemand aan huis en daar deed ze alles, maar ook het koken. Dus het zat er van jongs af aan al in. En ik had weinig vriendjes. Als ik uit school kwam, dan was het bij mijn moeder. Hm? In de keuken, een beetje meekijken, een beetje meesnoepen. Ze deed koekjes bakken, ze deed alles zelf. Nou, dat was geweldig. Dus je hebt het koken eigenlijk van huis uit meegekregen? Denk het wel. Yeah. Denk het wel, ja. Het is in ieder geval echt heerlijk en ik ga het zeker eens proberen. Okay. Hey, maar de muziek, want kom jij ook uit een gezin waar muziek gemaakt werd? Je vader, je moeder, je broers en zussen? Broers en zussen niet, nee. Ik was klein, een jaar of 2, 3, en ik had zo'n klein speelgoedpianotje. Daar zat ik al op te friemelen. Halve toontjes zaten er niet op. Mm-hmm. Dat irriteerde mij, want dat zat erop geschilderd, weet je wel, die zwarte toetsjes. En daar ben ik mee gaan spelen. Bij de buren stond een orgel, bij de andere buren stond een harmonium. Ik was veel bij hun op een gegeven moment om te spelen en niet thuis. Want wij hadden geen orgel, toen zei mijn vader, wij kopen een orgel. Hm? Toen moest ik ook op les.
En hoe oud was je toen ongeveer? Weet toen je dat? Ik les ging pas, ik denk ik. Ik was een jaar of 6, geloof ik. Ja. Ja. En dat had, 6 jaar. En de reden was omdat het gewoon het instrument jou aantrok. Ja, ik vond orgelen. Ik vond het prachtig, prachtig. En toen moest je op les, want er moest sturing komen. Ja. Ik had niet zo wel een beetje freewheelen, dat gaat niet. En ik weet wel dat mijn vader ook speelde toen er een orgel thuis was. Die speelde uit zijn hoofd, meestal op de zwarte toetsen. Hm. Veel meer deed hij niet, kon hij niet. Mijn moeder speelde klaverscribo. En verder zaten wij als gezin, vader en moeder op koor. Je had Asaf mannenkoor, Asaf dameskoor, meisjekoor, er zat niemand van ons op. En dan had je het knapenkoor en daar zat ik met mijn oudste broer op. En waar was dat in? Dordrecht. In Dordrecht. In Dordrecht. Ik heb in Dordrecht gevolgd. Ja, Dordrecht geboren, daar was dat koor, was heel groot. Daar zongen ze soms allemaal samen. Een mooie plaats van, in de grote kerk in Dos. De kerk waar jij vaak gespeeld hebt? Later, ja. Als klein ventje kwam ik daar, dan mocht je alleen maar kijken. En van zo, wat een beest. Yeah. Daar kwam ik niet op. Tot later. Ja, dan ging ik les krijgen, ook daar. Was je van de organist daar zo? Ja, Cor Visser. Cor Visser. Leeft niet meer, maar dat was destijds de organist daar. En ik had op de muziekschool les en we gingen ook wel eens naar de grote kerk. Daar had je je leerlingenconcert. 1 keer in het jaar en dan een aantal leerlingen werden uitgenodigd en die deden hun voordracht. Ja. Mooi verhaal. Oké. Okay. Vooral die muziek, dat is je leven natuurlijk ook, hè, naast de heizon. Ja. Maar ja. Heb jij, vaak bij muzici natuurlijk toch een bepaald idool waar ze vroeger tegenop keken van als ik zo zou kunnen worden, zoals die organist of als die muzikus, had jij ook zo'n iemand dat je zegt van nou, ja, dat is toch een beetje mijn muzikale voorbeeld geweest. Ja. Nou, jij vroeg net van muziek thuis. Ik weet wel dat mijn vader vroeger, en dan had hij weer een nieuwe plaat gekocht van Feik Asma, Klaas Mulder. Het Maastrichtse Staar, het kerstconcert van hun. Er was altijd draaide muziek bij ons in huis. En ja, toen vond ik toch van Feik en Klaas Mulder vond ik mooi, man. Mulder was een latere ontdekking. Er werd veel Feik Asma gedraaid bij ons thuis. En toen ineens zei mijn vader, nou heb ik toch wat moois. Dat waren de platen van de Hippolytuskerk. Delft. Later deel 2, Delft. Ja. Later deel 2. Mooi, 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 ja. Dat was wel een beetje mijn idool. En was dat dan meer literatuur die speelde? Of waren Nee. Zijn eenvoudige spel trok mij enorm aan. Dat hij met zo weinig aanslag zoiets moois voortbracht. Ja, het viel bij mij gewoon in de smaak. Ja. Dat is een improvisator van... Wel. En ook zijn pianospeler van de groet en hoe hij met die koren omging. Begeleiden. Ook, maar ook als dirigent. Heeft Mulder jou ook gestimuleerd met je vorm van improviseren? Want nee, je hebt natuurlijk best een eigen vorm van improviseren, maar... Het heeft bij mij wel wat gedaan. Ja, ik heb er altijd wel erg op gefocust. Tot Ben van Oosten zei van Pieter is leuk, maar eigen stijl maken, jongen. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat heb jij. Ja? Nee, ja, dat is echt waar. Oké. Okay. Ja. Ik vind altijd dat het publiek is voor mij het antwoord. Zelf heb je niet altijd een idee, hoe is het? Ja. Ja, ja. Wat is de belangrijkste les die de muziek jou gebracht heeft? Kan in begeleiden zijn, kan van alles zijn. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, als je het over begeleiden hebt, koren begeleiden, dan word je gevraagd een koor te begeleiden. Dan is die dirigent is de man, die heeft alles in handen. Yeah. Je leidt de boel, dan ben je begeleider. Begeleider? Ja, je bent onderdeel van. En dan probeer ik, zover het mogelijk is, daar op afstand in mee te begeleiden. Het gaat om dat koor. En je ondersteunt dat. Dat is mooi. Gaat het over een samenzang, op een zangavond of zondag, dan ben je begeleider. Maar dan ben je ook leider, want dan staat er geen dirigent. Dan mag je die mensen meenemen in, als het in een psalm is, in een gebed of in een lofpsalm. Dan neem je die mensen mee naar die diepte, naar die hoogte. Dat vind ik zo mooi. Ja. Ik moet er ook niet in overheersen natuurlijk. Nee, dat mag ook weer niet. Nee. Nee, maar wel die mensen te laten aanvoelen. Waar gaat dit over? Ja. Meenemen in de tekst. Ja, je ja. Kan ondersteunend dan kan, zijn. Dan kan die muziek alleen maar gaan spreken zonder dat er gezongen wordt, zonder dat er wat gezegd wordt. Mooi. Ja. Dat is het heerlijk om samen zo te begeleiden. Dat vind ik zo mooi. Samen zo? Ja, dat is voor mij echt iets. Ja, dat zit hier. Ja. Ja. En dan heerlijke volle kerken. En dan... Ook mooi. Ja. En dan hoeft het niet altijd even uitbundig te zijn, maar. Ja, vind ik mooi. Ja. Maar dat houdt ook in zo'n zangavond natuurlijk. Ja, het woord staat centraal. Ja.
Jij bent dan eigenlijk ook in zekere zin ook een dienaar. Ja, in de muzikale zin. Je bent de dienst ervan. Echt waar. Ja, dat zie ik dan ook wel weer heel anders dan een kooruitvoering of dat je in de Lauwerskerk een nieuwjaarsconcert doet. Je bent heel solistisch dan bezig. Ja. Ik vind het met mensen. Waar gaat jouw hart naar uit? Naar het solistische in een concert? Of het dienende in een eredienst? Dat laatste. Ja, absoluut. Ja. En dan het inspelen op wat er gezegd wordt? Of bepaalde, dat moet één zijn. Dat begint al voor de dienst. Dat moet daar al naartoe gaan. Totdat die mensen weer buiten staan. En ook dat het nog mee gaat. Maar dat is wel de bedoeling. En je bereidt je er ook op voor? Ja. Altijd. Hoe bereid jij je voor op een dienst? Je krijgt de psalmen, je weet wat er gelezen wordt, je weet welke catechismus er in de avonddienst is. Ja, daar zoek ik psalmen bij. Dus hebben er ook wel heel onverwachte dingen, maar dat mag ook, dat vind ik ook mooi. Ja, je wordt er ook in geleid, hè? Ja. Ik zie soms onder het gebed dat ik denk van, bij de collecte zijn. Ik doe het anders, ik doe het zo. Ja. Ik ben ook mensen, dit houdt je ook bezig. Ja. Ben in die dienst bezig, je staat, het is niet helemaal volgeprogrammeerd, zo. Nee, het kan wel eens een wending nemen. Ja. Pieter, heb jij iets met tegeltjeswijsheid? Tegeltjeswijsheid. Nou, ik noem er eentje. En daar vraag ik gelijk jouw reactie op deze. Wie het grote niet eert, is het kleine niet weerd. Dus, grote orgels. Jij speelt op grote orgels. Dordrecht, Laurenskerk, Saint-Eustache in Parijs. Ja, die kleine orgeltjes. Nee, die zijn ook zo mooi. Ja? Jawel. Ja, ik vind het ook, hoor. Maar... Vroeger dan kwam je in de Laurenskerk. Toen dat ding daarnet stond, die grote markt, en ik denk, nou, daar kom ik nooit op. Speel je daarop, mooi. Maar er zijn zo van die kleine orgeltjes, daar ga je ook van houden. Elk orgel heeft iets en je zegt, daar hou ik van. Daar doe ik dit mee, daar doe ik dat mee. Pas je aan op de orgel dat je speelt. Helemaal. Ja, echt. Qua manier kleine... van spelen, ook, qua registreren. Ook. Een orgel bepaalt eigenlijk je spel. Ja. Zit je in de Lutjes of zit je in Amsterdam of zit je op een klein orgeltje in een dorpskerkje of zo een enkleviertje. Dat maakt je spel een beetje. Dus bepaalt je spel. Dus het zit er niet in grote, want of het nou groot is of klein, nee. Kan allebei mooi zijn. Zeker weten. Ja. Pieter, wat is voor jou het meest inspirerende en mooiste muziekstuk wat je je kan voorstellen? Mogen er ook meer zijn natuurlijk. Oké. Wat ik in het verleden gehoord heb, wat me nog steeds boeit. Ja. Nou, ik vind die orgelsymfonie van Saint-Saëns nog altijd nog majestueus, mooi. Als dat dan opbouwt en dan komt dat orgel erin, dat vind ik machtig mooi. Dan gaat je hart open. Ja, vind ik prachtig. Prachtig. Mooi thema om over te improviseren. Ja. Wat ik ook heel mooi vind, dat heb ik in de Doel een keer meegemaakt, het derde pianoconcert van Rachmaninov. Dat thema, dat komt steeds terug, vind ik ook zo mooi. Mahler de zesde vind ik ook een heel mooi nummer. En Van Bach, F-Dur vind ik mooi. De Toccata. De Toccata van Bach van F-Dur vind ik mooi. Ja. Dan ben je heel erg breed eigenlijk ook. Ja, ik luister altijd muziek als ik in de auto zit ook. Klassiek. Altijd. Ik heb ook altijd muziek in mijn hoofd. Ja. Altijd. Als ik loop buiten, dan bepaalt die stap, die maat, die bepaalt weer een melodietje in mijn hoofd. Het knetteren van dat kaasje, dat kan ook alweer wat doen. Wat ik ook heel mooi vind, dat vind ik de werken van César Franck. Ook zo diepgaand. Weer heel anders dan Bach. Ja. Maar ook mooi. Ja. Maar dat past al in dat brede.
Als het maar muziek is. Ja, nou ja, dat noem je, je noemt ook ja. wel muziek op. Ja, en als er muziek gemaakt wordt. Ja, ja dat is het ook. Het moeten niet de droge nootjes zijn. Nee. Er moet wel gevoel in liggen. Ja, en dat is iets wat bij jou past, denk ik ook. Ja. En jij bent, als het om gevoel gaat, jij bent een speler met gevoel. Jij kan jouw gevoel in je spel leggen, dat hoor je, als ja. luisteraar ook. Ja. Maar jij kan je gevoel ook in jouw werk in het restaurant leggen. Ja, kan ook. Dus ja. hier kom eigenlijk, daardoor kom ik eigenlijk met een vraag van wat is het mooiste van jouw werk? Nou, als dat nou richting het orgelspelen of richting ons restaurant. Dat weet ik het wel. Mensen verwennen. Ja, dat vind ik het mooiste van het werk. Dat kan van uiteindelijk vanaf de orgelbank kan je zoveel mensen verwennen. Maar dat kan je ook in je restaurant. Ja, ja, ja. ja. Dat doe ik heel graag, mensen verwennen. Hm? Ja. Nou ja, je zegt het zelf, hè? Je hebt het restaurant. Ja. Dat is niet zo van, we hebben om 6 uur een groep, om 5:30 kom ik binnen. Oh. Daar heb je gewoon de hele dag bij aan het voorbereiden. Ja. Maar als muzikus is het ook veel voorbereiden en je uitvoeringen. Ja. Dus jij hebt, ja. Ja, ik kan zeggen, jij hebt een vrij druk bestaan. Ja. Kom jij toe aan hobby's? Heb jij hobby's? Niet direct. Ik zie ook mijn werk wel als een hobby. Mm-hmm. Gelukkig. En verder ben ik graag creatief. Als er wat verbouwd moet worden in huis of zo'n schilderij maken, inlijsten, vind ik allemaal leuk. En, ja, maakt niet uit hoe moeilijk het is. Nee. Als, maar kijk, als het ophoudt, houdt het op. Yeah. Ja. Dan moet de vakman erbij komen, maar waar het moeilijk wordt, wordt het voor mij leuk. Oké, okay, vind ik een goeie, ja. ja. Nou, en verder vind ik het leuk. Heerlijk, even ontspannen om te zitten. We wonen hier aan het water, om even langs het water te lopen. Water is nooit hetzelfde. Elke dag weer anders. Het weer is anders. Ja, dat vind ik ook wel heel fijn. Dan neem ik even rust voor mezelf. Telefoontje blijft thuis. Ja. Het water lopen of fietsen, dat zit ik een uurtje. Daar beweegt ook zoveel, er komt ook zoveel voorbij. Dat is jouw echte ontspanning. Ja. Dan kan je ook en wat ik heerlijk vind, is samen met mijn vrouwtje naar de stakerven. Ja. Af en toe. Ja. Als de tijd het toelaat. Ja. Rust opzoeken. Dat is heel belangrijk in deze tijd. Toen jij jong was, wat wilde jij graag worden? Politieman of zo? Of wilde je altijd al... Nee, ik wist eigenlijk tot op de derde, vierde klas van de MAVO nog niet wat ik wilde. Totdat een leraar zei, je bent wel een mannetje voor ober of zo. Ik dacht, nou, zo. En toen ben ik de koksschool opgegaan in Rotterdam. En kok is nog niet eens ober. Maar het beviel me wel. Hm. Zo ben ik die kant opgekomen. Maar ik vond bloemschikken ook wel heel erg leuk. Ik wilde ook altijd wel graag koster van een kerk worden. Dat leek me ook mooi. Of iets in de begrafenisverzorging. Zulke dingen, toch weer verzorgingen. En, ja, ook als iets voor een ander te kunnen betekenen. Ja, als koster. Want dan sta je met bloemen ook. Ja, ja. ja. Als koster ook. En ja. Een soort gastheer in de kerk, op afstand. Hm. En, ja, mooi bescheiden taak, maar toch. Mensen het naar hun zin maken, een mooi plekje geven. Is het lekker warm, is het goed, is alles. Ja. Dus je hebt eigenlijk dat toch ook wel een beetje gecombineerd. Ja. Het een ander naar de zin maken, dat doe je natuurlijk in het restaurant. En, ja. En ten dienste ja. zijn kan natuurlijk ja. ook met spelen zijn. Ja, het is niet weg hoor. Nee, het zit in je. Of ja. het zit niet in ja, dat zit in ons. Mooi. Ja, ja. Maar ik denk dat we dat ook van thuis hebben meegekregen. Dat verzorgende, dat zat er zo in. En voor een ander. Kwam je s'avonds laat thuis, dan was er een stukje kaas, een stukje worst, er was wat lekkers, dat was altijd wat. Ja, verwennerij, ja. verzorging. Ja. Mooi. Pieter, als ik zo achter je kijk, dan zie ik Dordrecht. Zie ik dat goed? Ja, dat zie je heel goed. De Grote Kerk. Ja, mooi. Prachtig. Dat ja. mooie kammen van de Meulenorgel. Jij hebt iets met Dordt, je bent er geboren, je bent er getogen ook, denk ik. Ja, joh. Ik ken elk straatje daar. Ja. Ik ben er als kind opgegroeid, gefietst, gewandeld, op school gegaan, geleefd. Ja, tot mijn vlak voor trouwen, tot mijn 20ste, 21ste. Ja. En toen je trouwde, ben je daar gebleven of ben je dan gelijk? Nee, ik had een meisje in dezelfde straat. Het was vriendin van mijn zus. En ik ontmoette ze toen ik 12 jaar was. Ik dacht, zo, leuk meisje. Dat voor mij, denk ik. Dus ik heb ze van mijn zus afgetroggeld. Zo dan. Toen ik 15, 16 was, kregen we verkeringen. Toen ik 21 was, zijn we getrouwd. En naar Zeeland verhuisd. Gelijk naar Zeeland verhuisd? Toen hebben we het dorp verlaten. Maar wij woonden in hetzelde straatje. Oké. Okay. Ja, het was een brandpotje door vannacht en ik zag ze. Ja. Hey, daar word je blij van natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als je daar aan terugdenkt. Ja, ja. En, een mooie tijd. Ja. ja. Waar,
Waar word jij nog meer blij van? Nou, we zijn nu opa en oma, maar van kleinkinderen word ik ook heel blij. Ja, dat vind ik erg leuk. Ja. Hoeveel kleinkinderen hebben jullie? We hebben er 8. Ja. 8? Ja. Ja. Nou, ik denk dat we ze bijna elke dag zien. Heerlijk. Ja. Alles maar eventjes, morgens vroeg als ze naar school gaan. Hm. Even zwaaien, ze op de fiets langskomen, maar we ontmoeten elkaar zo vaak. Je bent een blij mens voor. Ja, dat vind ik. Ja. Hey, maar je bent niet alleen een blij mens, maar ik zie ook dat jij een origineel mens bent. Oh. Want er zijn in de klassieke muziek maar weinig die een app hebben. Ja. En ik zag op internet dat jij een app. Ik heb een app. Ja, ik denk bijzonder. Ik denk dat ik de enige Nederlandse organist ben, dat weet ik vrijwel zeker. Dat weet ik wereldwijd weet ik vrijwel zeker. Een eigen app, ja, die is ontwikkeld begin dit jaar. Is die eigenlijk openbaar gekomen, we zijn er heel lang mee bezig geweest. Er wordt nu enorm doorontwikkeld door een heel groot bedrijf in Nederland. Voorlopig staan er alleen nog maar muziek in om te beluisteren. Al mijn cd's komen erin, er komt steeds meer nieuws bij. Er komen ook oude cd's die niet meer verkrijgbaar zijn, die komen erin. Hmm. Nou, voor 3,99 per maand heb je echt alles. En dan heb je ook al mijn bladmuziek. Hmm. Nou, dat zijn ook al meer dan 80 bundels, denk ik. Zo dan. Kan je allemaal, dan doe je dat, slaat je dat door naar je tablet. Ja. Je zet het op je lessenaar. Of naar een groter formaat wat je wil. Je tikt door, je swipet en je kan spelen. Oké. Alles zit erin, ja. Dus je gaat echt enorm mee. Je bent gewoon een voorloper. Ja, en niet in alles, maar in dit wel. Ja. Je moet wel mee. CD's gaan over. Ja. Je ziet het in de nieuwste auto's, geen cd-speler meer. Nee. Dus inderdaad, we moeten door. Ja. Ik vond het een waanzinnig gaaf gesprek, Pieter. Nou, ik ben niet voor niks helemaal naar Utrecht gekomen. Nee. Ja. Ik wens je gezondheid toe. Hey, dank je. Ik vond het super met je te spreken. Ja. En toen we denken nog even iets aan die opname die we samen eens een keer gemaakt hebben. Ludus Kerk in Den Haag, het cd Samenspel. Samenspel, deden we. En daar hebben we samen orgel en vleugel gedaan. Ja. Ja. Nou staat hier een prachtig orgel in je huis. Ja. En dit is wel iets wat we natuurlijk van tevoren besproken hebben. We gaan iets samen doen, het wordt iets bijzonders. Ja. Ik heb er niet meer bij dan een orgel. Maar... Ik heb iets meegenomen waar ook geluid uit komt. Ja, denk ik wel. Oké, dus we kunnen samen wat doen. We kunnen samen weer, hebben we weer samenspel. Toch weer een samenspel. Okay. En jij mag zeggen wat we samen gaan spelen. Een stuk voor jou. Want dat wilde ik graag. Wat hebben we daar gedaan? Wat hebben we daar dan? We hebben daar gedaan. O Heer die onze Vader zijt. Vergeef ons onze schuld. Dat hebben we daar gedaan. Onder andere. Dat is heel mooi. Zullen we die samen zie je dat zitten? Hier? Zeker weten. Gaan we doen. Lijkt me hartstikke mooi. Pieter, bedankt. Ik zet hem aan. Zeker. Hey, goed zo.